twee vlogs geklikt. Ik ben Rusin, het is een goed nieuwe dag, het is een goed nieuwe vlog. Het is middag, ik heb namelijk deze ochtend gewerkt. Ik ben thuis gekomen in het mooie zonnetje, terug naar huis gefietst. En ben vervolgens heel veel bed gaan liggen. Ik was namelijk echt dood op. Echt dood op. Ik ben nog steeds echt zo moe als mijn lijn kan. Mijn wallen staan van niet Tokio. 6 uur slaap kan ik blijkbaar niet meer zo goed handelen. Oeps. Maar ik moet nu naar beneden. Ik ga namelijk vanavond iets heel lekkers eten. Ik denk niet dat jullie het gaan zien. Ik ga vanavond sushi eten. We hebben namelijk sushi besteld hier in het dorp. Alleen, dat moet ik zo meteen gaan halen. Het is namelijk nu bijna 4:30. Het is om 6 uur besteld. Of het is af te halen vanaf 6 uur. En eigenlijk heb ik nog helemaal geen zin. Ik heb zoveel dingen te doen staan deze avond. Ik moet naar de puppycursus. Ik moet nog video's editen. En het enige wat ik wil is de hele dag op bed liggen en slapen. Dat is wat ik eigenlijk het liefste wil. Maar we gaan gewoon lekker door. We gaan gewoon lekker knallen. En we maken er het beste van. Ik hoop dat jullie tot dusver een hele fijne dag hebben. Of een leuk ding op de planning hebben staan in ieder geval voor de komende dag. En ja, laten we er samen een leuke dag van maken. Het moet allemaal goed komen eigenlijk. Ik ben alleen een beetje benieuwd naar de puppycursus. Aangezien Buddy een beetje eigenwijs is. Hij doet dingen als hij daar zelf zin in heeft. En luisteren kan hij wel. Als het echt moet. Maar commando's vindt hij echt helemaal niks. Volgen vindt hij goed. Zitten vindt hij goed. Liggen, homa. En blijf ook. Blijf doet hij wanneer we uit de poort lopen. Maar als ik met hem aan het leren ben, zeg maar. Of met hem aan het trainen ben. En hij moet blijven zitten. En ik stap 1 stap naar achter. Volgt hij meteen. Hij heeft het volgsysteem meer op naar de knie dan het blijven. En ik denk dat ik het er echt niet meer uit ga krijgen. Dus dat is heel interessant. Heel leuk ook. Maar ja, het moet goed komen nu. Zo niet, dan maken we er gewoon het beste van. Ja, meer kunnen we toch niet doen. En we zullen allemaal wel zien. Ik ga nu in ieder geval naar beneden kijken. En kijken of we iets kunnen plannen en iets kunnen doen. En dan zie ik jullie straks. Intussen is het donker en ben ik net terug van de puppycursus. Het was echt super leuk. Het was super gezellig. Ze hadden nu hindernissen neergezet. Dus we hebben agility gedaan met de honden. Super leuk. Ja, voor het beginstadium niet echt professioneel, maar wel het beginstadium. En we hebben denk ik de nieuwe bezigheidstherapie van Buddy ontdekt. Luisteren wil hij op zich wel, maar over hindernissen heen springen vindt hij nog leuker. Dus ja, door tunnels heen gaan, over hindernissen heen springen. Zigzaggen om paaltjes heen, hij vindt het allemaal leuk. Dus ik denk dat we de nieuwe passie hebben ontdekt van onze Buddy. Super goed, want dan hebben we in ieder geval iets ontdekt waar we hem bezig mee kunnen houden. Waar hij echt super blij mee is. En waar hij echt super... En waar hij in ieder geval zijn energie in kwijt kan. Dus daar ben ik echt heel blij om. Ik wilde nu nog heel even video's gaan editen. Want dat heb ik vandaag nog niet gedaan. Aangezien ik echt op bed heb gelegen omdat ik zo moe was. Nu zit ik natuurlijk helemaal vol energie. Omdat ik net buiten op het veld heb gestaan. Dus ik kan beter nu nog heel even mijn energie gebruiken om video's te editen. Ik wil er 4 doen nu. En ik ga kijken hoe ver ik kom. En dan zullen we zien hoe en wat. En moet het allemaal goed komen. Als het goed is. Dus we gaan ervoor. Ik heb deze avond gespendeerd achter mijn laptop. Ik heb geëdit. Ik heb 2 video's geëxporteerd. 1 gepland. En de 3e heb ik geëdit, maar hij wil niet exporteren, dus dat doe ik morgen. Maar dan staat hij in ieder geval klaar, dan kan die meteen de edit of de export in. En dan kan die morgen ingepland worden en dan hoef ik in ieder geval morgen minder video's te editen. Ik ben echt dood op, ik kan niet meer. Ik weet niet waar deze vermoeidheid vandaan komt, want ik heb maar 1,5 dagje gewerkt vandaag. Maar het is klaar voor vandaag. Dus ik wil jou bedanken voor het kijken vandaag. Heb je genoten van de vlog van vandaag? Druk dan even een blauw duimpje omhoog. Druk even de rode knopje beneden om te abonneren. En druk even het belletje, want het geeft me mee te horen als ik een video upload. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een goed nieuwe vlog. En tot die tijd wens ik jou een hele fijne ochtend, middag of avond. Doeg!